nodig om nog vroeger die er aan komen. In Polonaise, de vrienden zijn inderdaad door de straat. En de ene en andere gaat er nog een bos. Achter de wagen hangen en u zult zo tegen getuige zijn van het menselijk kanon. En ja, u kunt dat alleen maar zien hier in het Groenendom. Het kanon wordt zo geladen met een heus en echt mens. U ziet hem de trap bestijgen. Niet bevreesd stijgt hij de trap, kijkt in die grote pijp, niet bang. We moedigen hem nog even aan, want het is natuurlijk wel een, het is natuurlijk wel een ja, een ding wat hij nu doet. En hij stijgt nu in de pijp en hij laat hem zakken. Hij zwaait nog een keer en weg is hij. En nu zal dan een of andere ontsteking met buskruid zal klaargemaakt worden. En dames en heren, u zult de getuige al zijn. Het menselijk kanon, daar komt hij aan. En daar is hij! En hij vliegt inderdaad de mand in. En kijk, hij heeft het overleefd. Geweldig gewoon, geweldig, wat een hek, wat een hek. Wereldrek. En dan maak ik alleen maar mee hier in Poederdonk. Het menselijk kanon. Prachtig gewoon. Deze mensen zijn van links, zwartje, we noemen het rood. En waarom rood? Onze hoogheid. Madame Tussauds. En wat er toen gebeurde, dat kan echt niet. Niet normaal, de hele zaal, de kleedhal.
Ronnie. Niet, hè? Nee, het is Chris. Misschien moet je er wel gaan zingen. Hey!